En hallo iedereen, welkom terug bij Let's Play Man of the Warband. Ik ben een gast hier, Jordi. Gelukkig vond je deze game leuk. Ik ben er blij mee dat mensen hem leuk vonden. En ik hoop dat jullie ook deze game blijven volgen. Doe vooral een duimpje omhoog als je deze game leuk vindt. En wij gaan direct door waar we vorige keer waren gebleven. En vorige keer waren we gebleven hier bij The Merchant of Rivendin. En na de best wel lange episode van vorige keer ga ik proberen om dit keer een beetje 15 à 20 minuten aflevering te maken. Dus niet al te veel gezeik meer. Dit is trouwens ook de enige missie die je hebt in game die zo langdradig is. Over het algemeen skip ik er gewoon doorheen. Maar dit is een beetje een tutorial en ik vind het fijn om dat te kunnen showen aan jullie. Dus Merchant of Rivendin. Ja. Alright, I lead your man. Yes, give him the sign. Good. Now strike hard, strike fast. And the captain and his henchmen won't know what hit him. May the heavens be with you. You leave the tavern and go out to the streets. Nervous looking young men are waiting in every street corner. You can see they have daggers and clubs concealed under their clothes. I catch a mixture of fear, anticipation and pride in the quick looks they have thrown at you and by the passerby. Praying that your enemies, you have not been alarmed by this all too obvious bunch of plotters. You check your weapons for one last time and prepare yourself for action ahead. It's time, lads. Up and at them. Wat? Wie, wat, waar? Wie vallen we aan? Wie vallen we aan? Ik weet niet wie we aanvallen. Dat is even de vraag. Wie vallen we aan? Ik denk deze gozer. Ja. Ik denk dat we de gozertjes aanvallen zonder tekentje boven het hoofd. Dat is een beetje onduidelijk. Nu, niet voor me gestaan. Auw! Je deed me pijn. Je doet me pijn. Iedereen is dood. Help. Ik word aangevallen. Waarom word ik continu aangevallen? Wat? Auw, jongens, help. Oh mijn god, what the fuck. Waarom bieden jullie geen cover? Waarom gaat die gozer steen op me gooien? Stop daarmee. Ik ga gewoon om het hoekje staan dat hij geen steen op me kan gooien. Goh jongens, jullie waren goed zeg. Jullie waren goede cover. Nou nou. God non de ju. Ik ben helemaal dood joh. Bijna. Oh, friendly fire. Oeps. Oh, nog een keer friendly fire. Oh, zijn we klaar? Yay! The remaining few bandits scatter off to the town's narrow alleys, only to be hunted down one by one by the angry townsfolk, making sure that your victory is complete and all the wounded have been taken care of. You and your merchant head to his house to review the day's events. Hey man, what's up? Ah, well done! I saw at least three of the enemy go down before you. Keep fighting like that. And you'll make quite a name of yourself in this land. Unfortunately, about 8 of my lads got themselves wounded. I should go look on them. Let every villain learn the name of Bosiant. Yes, yes. Now a couple of my boys have the watch captain pinned down in a back room with a knife at his throat. I'll need to go drag him before King Yarolag and explain what this breach of peace is all about. You don't need to be part of that, though. I'll tell you what. If all goes well, we'll meet you in the tavern again shortly and let you know about all that came about. If you don't see me in the tavern, but instead see my head on a spike over the city gate, I'll assume you know enough to stay out of town for a while and forget this whole episode ever happened. So hopefully we meet again. Cool. Oké, ik wil wel even een dagje wachten hier zo. Want als ik dat doe... Oh, er gebeurt hier wat beneden. Dan kan ik mezelf een klein beetje healen. Oh, dat is verkeerd. Ja, zo. Op naar de tavern. Hey! Ah, Bosiant. Things didn't go quite as well as I had hoped. King Yarlak couldn't quite find it in him to overlook my little breach of peace. Oh, he's grateful enough that I got rid of his crew Cactum. A guard who let in bandits will let in any enemy army, if the price is right. But he can't exactly have me running around here as a lasting reminder of his failure to take care of things himself. That hardly seems fair. Fair? This is Calradia, my boy. Kings do what they will, and the rest of us do as they must. It didn't string me up, and instead gave me time to sell my properties. Even put in a word with another merchant that they best pay me a fair price too. That's a gracious enough as kings go, but he's weak king, and they all are here. A weak kings must always look to their authority first, and just a second. I suppose I will do the same in his shoes. Anyway, I wouldn't go rubbing your part in this affair with King Yarolek's face, but he's taken note of you, and decided that you are not worth hanging.
and that's something to which I'll raise a glass any day of the week. He might even have work for you further down the road, or you can sell your axe to one of his competitors. Anyway, I hope you have learned a bit about what it will take to stay alive in this troubled land, and I suspect that the money you've earned won't go to waste. Good luck. En dat, dames en heren, was eigenlijk de simpele tutorial van dit spel. En wij hebben nu eigenlijk geen andere keus dan naar de koning toe te stappen. Dus dit is het stadje. Hier kunnen we zien hoe alles handelt en zo. We kunnen hier rondlopen, et cetera, et cetera. Maar waar ik eigenlijk meer geïnteresseerd in ben, is als het goed is. Dat is de arena, daar wil ik niet naartoe. Ouch, nooit naar de arena toe gaan, dan word je zo keihard ingemaakt. Nee, wat? Ja, nee, fuck die shit, we gaan de arena in. Fuck die shit, we gaan de arena in. Laat het wel even zien. Go to the arena. Tournament master. Good day, friend. If you came to watch the tournaments here, you came in vain. There won't be a tournament here anytime soon. Tournaments? So they hold tournaments here. Yes. You should see this place doing one of the tournament's fights. Everyone from the town and nearby villages come here. The crowd becomes mad with excitement. Anyway, as I said, there won't be an event here soon. So there isn't much to see, except there's an official duel every now and then. And of course, we have melee fights almost every day. Tell me about the melee fights. The fighters and knights get bored waiting for the next tournament, so they have invented a training melee. It is a simple idea, really. Fighters jump into the arena with a weapon, and there are no rules, no teams. Everyone beats at each other until there's only one fighter left standing. Sounds fun, like? Can I join too? Aha! You would have to be out of your mind not to. Of course, the melee fights are open to all. Actually, there is going to be a fight soon. You can go in up if you want. Good, that's what I'm going to do. Dus dit is gewoon een simpele melee fight. We moeten zoveel mogelijk gozertjes verslaan. En eigenlijk gewoon het gehele idee is rondlopen. Gewoon rondlopen. En hopen dat één iemand straks iets leuks voor mij heeft. Zoals een tweehandig zwaard. Want het gaat een beetje moeilijk als iedereen zo op me loopt te hakken. Op, dieven! Ga weg! En als iedereen op elkaar loopt in te hakken, dan kan je heel gemakkelijk iedereen verslaan. Dus dat is wel mooi gedaan. En ja, iemand heeft een pijl en boog. Ik hoor een pijl en boog. Iemand heeft een pijl en boog. Dat is mooi. Oké, waar is die pijl en boog, man? Daar. Ja. Als iemand even die pijl en boog, man, wil vermoorden, zoals die gozer daar zo, dan ga ik wel even afstand houden. Misschien wel zo verstandig. Trouwens, ik kan beter een practice sword equippen. Dus hebben we zelfs juist. Dan dat andere ding wat ik zojuist heb. Want ik heb meer punten in een practice sword en dergelijke dan in zo'n zo'n lang paal ding. Oh, hij heeft de pijl en boog, deze gozer. Awesome. Kan ik die equippen? Ik hoop het denk ik wel. Ik denk het wel dat ik kan equippen. Maar niet zo altijd moet. Ah, hij is weg. Bel een boog. Fuck. Ik ga zo dood, man. Dat is het hele nadeel. Ik ga zo dood. Dat is een beetje jammer. Oh, hij heeft een tweehandig ding. Ja, geef me dat tweehandige ding aan mij. Kom op. Ik wil zijn tweehandig zwaard. Kom op. Ga dood. Dank u. Geef mij je tweehandig zwaard. Ja, heavy practice sword. Dank u. Nu kan ik tenminste wat. Komt u maar. Ah, kut. Nu ga ik ook dood ook direct in het begin. Ah, kut. Heb ik net mijn tweehandig zwaard. Ga ik dood. Oh, wacht. Nee. Ja. Nee, ik leef nog. Ik leef nog. Niks aan de hand. Ik leef nog. Oh. Af en toe een beetje blokkeren. Dat helpt. Alleen die gozers met die paaldingen, die zijn zo fucking irritant. Weet je wat er gebeurt? Die paaldingen, die hebben een enorme reach. En dat is echt kloten. En deze mannetjes. Pijl en boog mannetjes. Als ik zo'n pijl en boog kan krijgen, man, dan zou ik echt blij zijn. Want dan kan ik gewoon iedereen vanaf een afstand doden. Geef me je pijl en boog, kom op. Geef me je pijl en... Oh, er zit wel direct weer één bedacht. Oh jee. Ik kan, ja, die pijl en boog kan je dus niet oppakken, wat een beetje jammer is. Maar het gaat redelijk. Ik bedoel, het gaat redelijk met onwijs weinig hitpoints. Ik bedoel, nu ik dat tweehandige ding heb, gaat het echt 10 keer gemakkelijker. Dus ik doe het best wel goed hier, zo heb ik zo het... Oh jee. Wow. Rustig. Rustig. Oh jee. Oh jee, staat er weer zo'n pijl en boog, mannetje. Oh man, 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 man. En er komt ook nog een andere gozer op me af. Fijn. Ik weet in ieder geval dat de AI niet zo slim is. Dus die ziet me niet... Die kan niet anticiperen waar ik naartoe loop. En ik ben dood. Nee! Maar ik heb in ieder geval wel 15 mensen verslagen.
Dus wat krijg ik daarvoor terug? 25 denars. Ja, is om best wel te doen. Ja, toch? Oké, okay. Will there be a tournament in any towns nearby soon? Tournaments are going to help in Tiro, Suno, Uxal, Tulga, Nara, Darkabai. Oh, god. Tir, Suno, Uxal, Tulga. Tir, Suno, Uxal, Tulga. Volgens mij was Kunan er ook een van. Oh, Tir is daar. Volgens mij is Uxal hier beneden. Ik ga ervan. Was Kunan er een van? Volgens mij wel. Weet je wat? We gaan er gewoon vandoor. Wij gaan gewoon naar. Althans, wacht even. Nee, ik wil nog even één dingetje doen. Sorry jongens, nog even snel één dingetje. Ik wil naar het kasteel toe. Is hier iemand aanwezig? Vervelend. Als de koning aanwezig was, had ik met hem kunnen praten. Oh, wacht. Kan ik het ook zeker weten. Beste man, waar is het tournament? Darkuba. Was dat er een van? Was Darkuba er een van? Want volgens mij is er dus helemaal geen ene... Nee, er is hier helemaal niks. Er is hier helemaal geen tournament aanwezig, wat een beetje jammer is. Nou, weet je wat, dan gaan we wel een klein beetje rondlopen dat er überhaupt een tournament is. Want ik wil gewoon meedoen in een tournament, dat is gewoon leuk. Maar het liefst wil ik een tournament... Oh, wat is dat? Manhunters. Wat is dat? Zal ik eens even joinen? You come across a battle between manhunters and looters. You decide to help the manhunters. Oké, cool. Maar één enemy, serieus? Oké. Ik ga er niet eens mee helpen. Thank you for your help, sir. It was fortunate to have you nearby. Dank u. En die ligt al te veel loot, maar... Hey, dit ding is beter, dus... What's a flat? Het liefst wil ik nu eigenlijk die manhunters doodmaken. Hey, you there. You seen any outlaws around here? No, I haven't seen any outlaws lately. Oké. Dus ik kan die manhunters niet doodmaken. Een beetje jammer. Had ik graag gewild. Oh. Manhunters versus bandits. Oh, wauw. Hun gaan dood daar zo. Hun gaan echt dood. Your money or your life. Oh, jee. I'll give you nothing but God steal you, scum. 17 troops. Oké. Charge the enemy. Laten we het gewoon doen. Go, jongens. Go. En waarschijnlijk zal ik de meeste kills hebben. Want ik heb natuurlijk een paard. Wacht, hun ook. Oh, jee. Hun hebben wacht even. Dit zijn paardmensen. Dit gaat niet al te geweldig, ben ik bang. Oh, jee. Ze hebben hulp nodig. Laat ik het daarop houden. Oh, jee. Paarden zijn nooit cool. Paarden zijn niet cool in dit geval. Kom hier, Kreng. Moet je dood hebben. Oh, ga je met speren lopen gooien nu? Oh, er is wel eentje dood. Nice, jongens. Volgens mij zelfs twee. Oh. Deze gozer loopt te schieten met een pijl en boog. Hé, doe eens even normaal. Alleen ik mag dat. Haha, je kwam ergens tegenaan. Dit is je dood. Of, dit is mijn dood. Oeps. De andere gozer komt opeens helpen. Die andere gozer mag niet helpen. Dat is cheaten. Cheater! Ik heb je wel door. Kom hier! Auw. Hey, lul. Zout eens even op, man. Auw! Oké, ik ga daar niet meer terug. Ik word serieus echt afgemaakt door die gozer. Ik pak deze wel. Oh, nee! Nee, hij heeft er eentje vermoord. Fuck. Kom hier, Kreng. Kom hier. Ja, ik maak je paard anders gewoon dood. Misschien is dat wel een goed idee. Gewoon je paard doodmaken. Oh, ik zie geen dingetje meer. Kom hier. Stop met schieten. Kom hier. Oh man, deze gozer is echt kut. Nu zitten we met z'n allen achter zo'n gozer met een paard aan. Hij heeft een fucking pijl en boog. Oh, ja. We gaan ook in ranged. Ja, als we nou gewoon allemaal op dezelfde plek blijven. Wacht even. Ik heb een idee, jongens. Kom maar. We gaan hier gewoon lekker stil blijven staan. Komt u maar. We maken een verdedigingslinie. Komt u maar. Goed. Misschien is dat niet altijd slim. Zeg me zelfs juist. Ja, pak hem, pak hem, pak hem. Kom op. Ja, ik had hem één keer geraakt. Goed.
Ja, en zijn paard is down. Jongens, val aan. Charge. Deze klootzak heeft me veel te lang lopen naaien. Ja. Ah, fucking klootzak dat het was. Yeah. Niemand, maar ook niemand mag aan mij zitten. Ja, die neem ik wel mee. Oh, nieuwe arrows. Oh, die zijn niet zo heel erg goed. Maar toch neem ik ze mee. Ik neem ze toch mee, omdat het kan. Best een hoge sell price voor dingen die eigenlijk totaal niet zo heel veel doen. Oeh, 13 plus voor head armor. Ja, die doe ik aan. Oeh, en deze 14 plus, $90 dinges. Awesome. Oké, nog meer bandits. My men would like a word with you about your personal belongings. Ah, man. Serieus? Wow. 16? Hebben ze er fucking 16? Oh god, dit gaat echt verkeerd. We moeten retreaten. Ja. We moeten 2 mensen achterlaten om dit te kunnen winnen. Want god, dat zijn er veel te veel, man. Moet je kijken, 16 plus 7. Dat kunnen wij, man, dat kunnen wij nog echt niet aan, hoor. We moeten echt maken dat we wegkomen daar vandaan. Het is lullig dat ik mensen op achter moet laten, maar het kan nu even niet anders. Hé, hey, dat is de koning. Hé, hey, de koning komt eraan. Oké, verstandig. Ik moet even wat extra punten in two-handed weapons ploppen, zo. En is mijn character is niet level opgegaan, maar is mijn party level opgegaan? Ja, dat is die. Kijk, dat is handig. Oh, nou weet ik even niet meer wat ik moet hebben. Oeh. Volgens mij moet ik een skirmisher hebben. Ja, skirmishers zijn voor de ranged. Cool. Oké. De koning is terug. In Ravedin. Ik ga met hem praten. Koning! Do I know you? My name is Bosient, at your service, sir. I'm King Yorolek, the ruler of Kingdom of the Vegas and Lord of Ravedin. You may be of common birth, but know that I'm always looking for good men to fight for me, if they can prove themselves to be worthy of my trust. Do you have any task for me? No, Bosient, I don't need your help at this time. Kan ik mezelf... Kan dat? You've yet to show yourself competent. Ah, jammer. Nou, hij heeft geen taak voor me. En ook geen plek in zijn dinges. Dus dat is een beetje jammer. Maar ik zag toch iemand hier buiten lopen. En als ik eens met hem ga praten, vragen of hij iets heeft. Wow, wow, die bandieten. Oh, daar zijn die bandieten weer. Beste man, Belgaru. Do I know you? My name is Bosient, at your service, sir. Normally I cut the throats of impudent commoners who barge into my presence uninvited. But I'm in good mood today. Oh, wow. Do you have any task for me? This peace with the Kingdom of Rodux, it suits me, Bosient. We've let those swine have their way for far too long. Now, they'll get stronger with each passing, and their arrogance knows no bounds. I say we must wage war on them before it's too late. Unfortunately, some of the bleeding hearts among the realm's lords are blocking possible declaration of war. Witless cowards with no stomach for blood. You're right, sir, but what can we do? Ah, it is good to hear someone who understands. Ik zeg dit alleen omdat ik goed bij een minst dingetje wil komen. As a matter of fact, there's something we can do, Bosient. A little bit of provocation. If one of our war parties managed to enter their territory and pillage one of their caravans or raid it... one of their villages, and perhaps left behind a little token of two of the Kingdom of Vegas. Then they would have a sample of they would have ample cause to declare war on us. And then, well, even the cowards among us must rise to defend themselves. What do you say? Are you interested? An excellent plan. Count me in. Ah, very good. A raid on a caravan, or if you can't manage that, an attack on one of their villages should do the trick. Now, good luck on those hunting. Go set the borders aflame. Dus wat wij nu eigenlijk gaan doen is eigenlijk een beetje een vies spel. Wat we nu gaan doen is... Wow,
The Kingdom of Nords, the Kingdom of Voters, concluded the non-aggressive... Oké, wacht even. Wat is dat? Oké, dat is iemand die bij me hoort. Oké, cool. Wat we nu dus hebben afgesproken, is dat we de Rodox, dat zijn de groene, die we hier, als ik daar even naartoe ga, zo, onderaan zien. Hun willen we eigenlijk, dat willen... Wat is dat? Zijn dat looters? Zijn geen looters, toch? Nee, oké, mooi. Even wat extra mensen recruiten. Gaat het pad. Nee, daar willen we eigenlijk mee in oorlog komen. Oh jee. 666 denars. Oké. Okay. Laten we maar snel de episode beëindigen. Dames en heren. Dus volgende episode gaan wij een dorpje aanvallen hier bij het koninkrijk van de Rodox. En gaan we ervoor zorgen dat we met hun in oorlog komen. En dat is eigenlijk gewoon het gehele idee. We proberen met hun in de oorlog te komen, zodat we in een goed... een goed reputatie komen. Een goede reputatie bij die man. Waar we net mee praten. En dat zou dus betekenen dat we telkens dichterbij kunnen komen bij de koning. En dan... dan kunnen we uiteindelijk... Kunnen we een beetje wat namaken. Oh, waar heb ik nou weer op geklikt? Oepsie daisy. Dus, vond deze weer leuk, dan een duimpje omhoog. Vind jullie meer abonnees hier de volgende keer. De volgende keer zijn we terug met... wat gebeurt hier? Dan gebeuren allemaal gekke dingen. Met Let's Play. Mountain Blade, Warband. In ieder geval, tot dan. En houdoe, bitches.